We zijn in Rotterdam, er is net een Turkse bijeenkomst geweest. Wat is er besproken? We hebben begrepen, geconstateerd dat de Fethullahçı terror, de FETÖ, de terroristische Gülenbeweging, ter discussie is. En de Turkse gemeenschap, gedeelte van de Turkse gemeenschap, is bijgekomen om erover te discussiëren wat wel kan en wat niet kan. Dus wat in het democratische kaders, welke maatregelen genomen kunnen worden tegen deze organisatie, die ook actief is in Nederland. En wat voor maatregelen werden er dan besproken? Maatregelen met betrekking tot meer, ik zou maar zeggen, bewustmakingsactiviteiten ontplooien om het Nederlands publiek ook met name en de Turkse gemeenschap hier veel bewuster te maken met betrekking tot de activiteiten van, deze organisatie. Dus de Fethullahçı terror. Maar aan wat voor bewustwording moet ik dan denken als we dat concreet maken? Zijn er dan ideeën voorbij gekomen of wat is daar concreet uitgekomen? Nou, als je goed kijkt naar de koepoging van 15 juli, dan is te zien dat deze organisatie ook actief is in Europa en zeer antidemocratisch bezig is met het, zal maar zeggen, zeer actief neerzetten van de Turkse gemeenschap als doelwit. En wij Turken vinden dat niet kunnen. En daarom komen we bijeen met dit soort bijeenkomsten om te discussiëren over wat er gebeurt en hoe wij het plan van aanpak moeten inzetten. Met betrekking tot de haat-imam Fethullah Gülen en zijn handlangers in Europa. Wij vonden het afschuwelijk wat er op 15 juli is gebeurd in Turkije. En dat heeft natuurlijk zijn impact ook hier in Nederland. Het is bloederig geweest. 240 mensen het leven gekost en 2390 mensen gewond geraakt. Dus daar moet wel tegen opgetreden tegen worden. Er was al een actief optreden tegen deze achterlijke organisatie, terroristische organisatie. Maar nu zijn mensen veel bewuster en komen ze steeds vaker bijeen om hierover te discussiëren. En stappen te ondernemen. Natuurlijk vinden wij het vandaag bijvoorbeeld vreemd dat bijvoorbeeld burgemeester Abu Talib de bijeenkomst, deze bijeenkomst die eerder was gepland in een huis van de wijk in Rotterdam-West, dat die is afgelast en dat er een soort van verbod is gekomen. Wij vinden het niet kunnen eigenlijk. Als journalisten vinden wij dit ook een soort van belemmering van de vrijheid van meningsuiting. Waarom kunnen mensen niet bijeenkomen bij buurthuizen? Wij vinden het vreemd. Wij denken dat er dat meneer Abu Talib moet opkomen met een verhaal en dat hij het moet toelichten aan de Turkse gemeenschap. Is het niet zo dat er zijn de afgelopen anderhalf, twee maanden ook spanningen geweest in Nederland, waar ook verschillende kampen ten opzichte tegenover elkaar komen te staan. We hebben het gezien met bijvoorbeeld scholen waar Gülen-aanhangers hun kinderen naartoe brengen, die niet meer hun kinderen naar school durven te brengen. Is zo'n bijeenkomst als vandaag, waarin wordt gesproken over het feit dat Gülen een foute terroristische organisatie is, ook niet juist polariserend voor de rest van de hele discussie hier in Nederland? Ja, als we goed kijken naar de publicaties van FETÖ Media zoals Zaman vandaag, is het zo dat ze bezig zijn met het stigmatiseren van de Turkse gemeenschap. Dus polarisatie is natuurlijk een concept of een term die, zou maar zeggen, gebruikt wordt door de militanten van FETÖ. En de ware gezicht verbergen ze. Zij verbergen hun ware gezicht. Zij zijn degene die de gemeenschap hier polariseren en interne conflict uitlokken. Wij moeten dus met dit soort bijeenkomsten eigenlijk de rust waken. En dat wordt ook verteld vandaag, heb ik begrepen, heb ik geconstateerd. Wij als journalisten werken aan de bewustwordingsactiviteiten tegen dit soort terroristische organisaties. Dus Fethullah Gülen is een terrorist en FETÖ is een terroristische organisatie. Dus het kan niet zo zijn dat terroristische organisaties en terroristen legitiem kunnen zijn dat ze een polarisatie kunnen vormen. Zij zijn gewoon tegen de democratie, tegen de mensenrechten en tegen de Turkse identiteit en alle gezamenlijke normen en waarden die we hier in het land hebben en in het Westen hebben.
Wat zou je dan willen zeggen tegen de zogeheten Gulen-aanhangers hier in Nederland? Ik begrijp en ik weet dat er geen Gulen-aanhangers zijn, maar dat er een stalen kader van organisatie is waarvan de achterban uiteindelijk weg is. Er bestaat geen vette achterban. Er bestaat een stalen kader waarin mensen met verborgen titels en functies opereren. Daarom noemen we het ook een parallele structuur. Het is een parallele structuur die ook in Nederland een parallele samenleving wil ontwikkelen, ontplooien. Dus wij zijn tegen een parallele structuur, tegen stigmatisering, tegen polarisatie, maar voor integratie van behoud, met behoud van eigen identiteit. Dus alle Turken, welke achtergrond dan ook, die kunnen hier met een gerust hart en in vrede met elkaar leven, hier ook in Nederland? Jazeker. Ik heb begrepen dat en geconstateerd als journalisten, onze collega's gezamenlijk, geconstateerd dat organisaties veel beter, veel meer aan bewustwordingsactiviteiten zullen ontplooien met betrekking tot het op de kaart zetten van dit soort geheime organisaties, mafiosie-organisaties. En discussiëren is belangrijk, debatteren is belangrijk voor een gezonde democratie. Wij zijn altijd voor een gezonde democratie. Als journalisten moeten we dat altijd bewerkstelligen. En dat is vandaag gebeurd. Als het maar niet bij bedreigen, verklikken, dat soort zaken, als dat soort dingen maar niet meer gebeuren hier in Nederland. Ik heb begrepen dat het concept verklikken of kliklijn en dergelijke niet het geval is. Maar dat er een meldpunt is. Dat er meerdere meldpunten zijn om dit soort organisaties aan te melden van dit gebeurt daar en dat en dit is strafbaar en dergelijke. Dat hebben wel journalisten geconstateerd. Alleen natuurlijk, hè, de veto-media, de Zaman vandaag en dergelijke en de zogeheten schutters van die media die zich journalisten kunnen noemen, zoals Mehmet Cerit, die eerder leraar was en opeens journalist is geworden met het bevel van iemand boven hem, waar hij uiteindelijk wat hij uiteindelijk niet openbaar maakt, ook al stellen journalisten vragen aan hem, hij gaat er niet over. Maar in dit concept kunnen we niet duidelijk zien, of is het niet duidelijk voor het publiek die niet echt alle details weet, wat eigenlijk de duidelijke doel is van Zaman vandaag op dergelijke kranten die terroristische uitingen ontplooien en zelfs tot haatzaai gaan. En daardoor, door deze Nederlandse publicatie zien we dat de meerderheid, dus de Turkse journalisten, worden aangemerkt door hun als haatzaaiers, terwijl het juist het omgekeerde is. Wat is de oproep die u zou willen doen aan alle Turkse Nederlanders? Ik zou oproepen om democratie mee te doen aan het democratisch debat, wat al aan de gang is. En als er strafbare feiten zijn die gewoon aangeven bij de legitieme machten, dus de politie en dergelijke. En verder zou ik mensen aanraden om weg te blijven natuurlijk van dit soort gevaarlijke sectes, zoals de Fethullah Gülen-secte. Fethullah Gülen is geen geleerde.